Bij ons thuis was het armoed troef. Mijn vader werd na de beurskracht ontslagen als diamantbewerker. En we leefden van de steun. Door de armoede verhuisden we ook heel veel. Dit is een citaat uit een interview met Kitty Witjas, die we 11 jaar geleden hebben geïnterviewd. En zij is als half-Joods meisje in 1938 aan de plantage Muidengracht komen wonen. En heeft hier heel veel beleefd en dat heeft ze ons allemaal verteld. De Joodse vader van Kitty Witjas zit in het verzet, maar hij wordt verraden, opgepakt en dan hier naar de Hollandse Schouwburg gebracht. De moeder wil hem eigenlijk niet opzoeken. Ze wil niet kruipen voor de Duitsers. Maar Kitty kan er niet zoveel schelen. Zij gaat wel een aantal keren naar de Hollandse Schouwburg en ze krijgt haar vader te spreken. Soms laat de Joodse Raad haar door, maar niet altijd. En soms gaat ze gewoon naar de Duitsers en die denken dan blijkbaar, ach, zo'n meisje. Zo ziet ze hem nog een paar keer voordat hij na een paar weken wordt afgevoerd naar Vught en vervolgens naar Auschwitz.